Bij Mercedes-Benz is 1 op de 3 verkochte auto's een SUV. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. En 1 op de 4 verkochte auto's bij Mercedes zit in het compacte segment. En daar gaat deze Mercedes GLB, een nieuwe kleine SUV, ook in vallen. Maar laat het klein maar achterwege, want hij is bijna net zo groot als de GLC en ook bijna net zo zwaar. Qua uiterlijk wijkt hij eigenlijk best wel een beetje af van de andere modellen van Mercedes-Benz. Zoals vroeger de GLK dat ook wel deed, was ook wel een beetje een aparte auto. Nou, deze ook, vooral die neus zo met die koplampen. Oogt dan een beetje, ja, koddig, sympathiek kun je wel zeggen. Deze lampen trouwens in het basismodel halogeen. Kan eigenlijk niet, hè, voor zo'n prijs. Die zijkant ook net even weer wat anders dan de modellen die we kennen. Met dat grappige knikje hier. Doet wat denken aan die Coca-Cola bottellijn die je vroeger wel zag. Voor de rest, ja, natuurlijk heel erg SUV-achtige details. Hè. Die kunststofranden hier, die zilveren platen onder de bumpers. En hij is een beetje hoekig en bonkig om hem vooral natuurlijk ook ruimte te maken. Want ja, deze auto is er ook als zevenzitter. Nou, dat het niet zo'n compacte auto is, dat merk je ook wel als je al instapt. Want ja, het is gewoon een heel ruim interieur. Ook dat komt natuurlijk weer door die wat hoekige buitenkant. Dat creëert gewoon veel ruimte hier binnenin. Zie je in de kofferbakken. Als je niet voor die derde zitrij hebt gekozen, dan heb je 570 liter kofferruimte. Dat is natuurlijk heel erg veel. Een verschuifbare achterbank hoort ook tot de mogelijkheden. Bij de 4MATIC modellen is dat standaard trouwens, maar anders is dat tegen meerprijs leverbaar. En die derde zitrij waar ik het al over had, ja, daar kunnen volwassenen in zitten. Dat zegt Mercedes zelf ook. Tot 1,68 meter wil dat wel, maar ja, ben je 1,69 meter, dan kun je daar al niet meer zitten. In ieder geval, die kost 908 euro extra, dus daar moet je voor bij betalen. En ja, kijken we naar het interieur zelf. Het dashboard is gewoon in lijn met de huidige range van Mercedes-Benz, met die ventilatieroosters en natuurlijk het MBUX bedieningsconcept. Met ja, zeg maar die twee iPads hier naast elkaar, het dashboard als instrumentarium en hier als multimedia systeem. Hangt er een beetje vanaf welke versie je kiest of bereid bent om bij te betalen voor een wat uitgebreider systeem. Maar in ieder geval standaard heb je natuurlijk altijd al die digitale cockpit en hier dat beeldscherm. Maar wil je bijvoorbeeld iets toevoegen als Apple CarPlay of draadloos opladen van je telefoon, dan moet je daarvoor bij betalen. Dat zou eigenlijk natuurlijk niet zo moeten zijn in deze prijsklasse. Met dat MBUX-systeem kun je echt ongelooflijk veel doen. Ook die cockpit qua configuratie, nou, daar kun je wel een avond voor gaan zitten om dat allemaal uit te dokteren. Er zit echt heel veel in. En het makkelijkste is natuurlijk eigenlijk gewoon weer, hopla, verbind je telefoon en gebruik gewoon Android Auto of Apple CarPlay met je eigen appjes voor muziek en navigatie. Dat werkt ook allemaal prima. Nou, het motorenpalet is ook vrij overzichtelijk. Het zijn eigenlijk allemaal 2 liter motoren. En opvallend is dat de instapdiesel, de 180D, is dus ook een 2 liter. In tegenstelling tot de A-klasse en de B-klasse die, zoals je weet, in die versie de 1.5 dieselmotor hebben die ze samen met Renault hebben ontwikkeld. Maar in deze wat grotere GLB zit dus een 2 liter motor, ook met 116 pk in die 180. En gisteren vertelde iemand van Mercedes-Benz mij dat daarvoor is gekozen omdat de auto zelf natuurlijk ook wat groter en zwaarder is. En dat in dat geval die 1.5 diesel wat aan de lichte kant zou zijn. Alle motoren zijn gekoppeld aan een 8-traps automaat. Behalve dan de 200 benzine, dat is een 1.3 turbo. Die heeft een 7-traps DCT, deze dus 8. Nou, het dieselmotortje produceert echt die hele typische Mercedes-Benz dieselklank. Het is gewoon een fijne motor om mee te rijden. En ja, mocht je je zorgen maken over het milieu, nou, gisteren hebben we ook even een presentatie gezien. En ja, zeker over de real-time driving emissions van deze motor, van al die dieselmotoren, die uitstoot, is natuurlijk ongekend laag. Er zit zo'n ongelooflijk uitgebreid filtersysteem in die uitlaat, dat er bijna geen NOx meer uitkomt. En dat die waarde in ieder geval ver beneden het wettelijk toegestaan is. Koppel dan aan het lage verbruik van een dieselmotor en de prettige koppel, dan... Ja, dan heb je daar toch wel een hele fijne krachtbron aan. Zeker in combinatie met die 8-traps automaat. Dus ja, en dan heb je natuurlijk nog de AMG, de sterkste versie. Die heeft 306 pk. Nou, de standaard versie staat op een zogenaamd comfortonderstel. Zoals je dat ook mag verwachten in de Mercedes-Benz. De auto die wij rijden heeft dan het...
Dynamic Select hier zitten. Dat is optioneel. Daar heb je instelbare schokdempers. Op zich is dit systeem dat je zeg maar de motorrespons en de manier van besturing kan instellen, is wel altijd standaard. Maar in dit geval is het dan ook gekoppeld aan de schokdempers. Nou, kies je voor de comfortmodus, dan is het ook gewoon echt een heel prettig comfortabele auto. Die gewoon lekker soepel veert. Misschien voor sommigen wat te slap, maar wel gewoon echt fijn om mee te rijden. En ja, wil je wat sportiever, dan kies je dus gewoon voor die sportmodus. Dan stuurt hij wat anders. Hè. Dan heb je het direct steering erbij. Ook dat is optioneel voor deze auto. In combinatie met dat pakket voor die schokdempers. Dan is de gasrespons anders. De versnellingsbak schakelt anders. Dus dan heb je opeens ja, een wat sportiever rijdende auto. En maar kies je voor de comfort, de economische modus, dan is het allemaal wat gezapiger. En je kan via individuaal natuurlijk ook gewoon zelf instellen welke modus je bijvoorbeeld de schokdempers wil, de besturing en de gasrespons. Dat kun je dan zelf nog instellen. Maar in zijn totaliteit gewoon een auto die qua rijden gewoon groter en zwaarder aanvoelt dan je zou verwachten op basis van het feit dat het in een compacte klasse valt. Het is dus gewoon een hele kloeke auto en dat mag ook wel, want hij weegt meer dan 1600 kilo. Dat is natuurlijk best veel. Alle bekende veiligheidssystemen zijn natuurlijk aan boord en assistentiesystemen. Dat mag je ook verwachten in een auto van deze statuur. Toch voor zaken als dode hoekwaarschuwing en adaptieve cruise control, dat is dan weer niet standaard. Je kunt er ook voor kiezen om het rijassistentiepakket te nemen. Dan heb je meteen een soort level 2,5 autonoom rijden. Dan kun je op de snelweg gewoon die auto het werk laten doen. In combinatie met je lane assist en adaptieve cruise control. En ook in de file doet hij dan alles zelf, inclusief ook weer het optrekken als de boel gaat rijden. Dus dat is dan wel prettig, dan heb je meteen een fileassistent. Ja, dat het geen compacte auto is, dat had ik al verteld. En dat de prijs dus ook niet compact is, dat kun je dan wel raden. Want het begint bij 52,5, loopt door naar 62,5. De AMG nog niet eens meegerekend. Dus ja, wil je een beetje uitvoering met niet de allerlichtste motor en wat opties, dan ga je toch al gauw naar de 60 mil. Voor dat geld, als je dan een SUV zou willen met 7 zitplaatsen of een SUV-achtige, dan kun je natuurlijk bij Seat terecht voor de Tarraco of bij Peugeot voor de 5008. Die auto's zijn een stuk goedkoper en ook zomaar 300 kilo lichter dan deze. Dus op zich natuurlijk een leuke auto, deze Mercedes. Rijdt goed, steekt goed in elkaar. Maar die prijs in combinatie met de compacte klasse kan ik nog niet helemaal rijmen.